Goedemorgen allemaal, welkom bij de bonusvlog van Tweede Paasdag. Het is vandaag zaterdag en we gaan even voeren. Daarna gaan we nog even de box instrooien en daarna gaan we grasland doorzaaien. Kijken jullie mee? We voeren momenteel met de staaier omdat de vent gebruikt wordt in het landwerk. We gaan even oliepeil checken en even de diesel bijtanken en dan gaan we beginnen. Nou, daar zit genoeg op. Even bijtanken. Nou, je ziet hier het principe van de voermengwagen. Ik heb de vijzels even stationair draaien. Het voer komt hier straks in en die vijzels die werken het voer omhoog. En doordat het omhoog gewerkt wordt, moet het ook een keer weer naar beneden vallen. En op die manier wordt het voer door elkaar gemengd. Je ziet op de mengvijzels ook een paar grote messen. Die snijden het voer nog enigszins en die zorgen er ook voor dat het voer meer in beweging komt. Het zijn een soort klepels aan de vijzel en daardoor is het effect groter. Nou, we beginnen zo meteen met laden. Eerst de grondstoffen, dus dan kunnen de vijzels lekker rustig blijven draaien. Kan de motor ook een beetje warm worden van de staaier. En zodra we beginnen met het laden van het ruwvoer, dan gaan de vijzels op toeren en gaan we gas geven. Het gele spul hier achter me, dat zijn etherische oliën. Dat zijn eigenlijk geconcentreerde plantextracten. En eigenlijk waar de plant normaal zijn weerstand voor heeft, zeg maar, voor schimmels en bacteriën. Die extracten hebben ze eruit gehaald en dat voeren we aan koeien, waardoor we minder trammeland bij de koeien hebben. Het werkt vooral heel goed tegen Clostridiaformes en tegen coliformes. Dat scheelt een hoop in mastitis. Mooi bijeffect van dit spul is dat het ook een enorm goede broeiremmer is, waardoor het rantsoen veel langer stabiel blijft aan het voerrek en je wel gewoon water bij zou kunnen voeren als je dat wil. De grondstoffen zijn geladen en dat betekent dat er nu ruwvoer in gedaan kan worden. En dan moeten de vijzels op toeren zijn om ervoor te zorgen dat het ruwvoer goed uit elkaar getrokken wordt en goed gesneden wordt. Dus tijd om gas te geven. En natuurlijk moeten we dan ook even de bak verwisselen voor de kuilhapper. Dat gaan we nu doen. Onderaan de voorste vijzel zit een magneet en deze die kan eventuele metalen er nog uithalen. Soms gebeurt het wel eens dat er een stukje draad of weet ik veel wat in het voer zit. En een koe heeft er last van. Dat hebben jullie in een van de eerdere vlogs kunnen zien. Dan moeten we een magneet in die koe toedienen. Maar we hebben dus ook een sterke magneet in de voermengwagen zitten om het grootste vuil eruit te halen. Nog
twee weken dan is deze eerste snee van 2023 op. En daar gaan we volledig over op tweede, derde en vierde snee. Die is al open. Momenteel voeren we daar de derde en de vierde snee van. De tweede moeten er zo onderdoor komen rollen. En ik hoop dat het eigenlijk binnen twee weken ook zover is. Tot die tijd hebben we in ieder geval nog eerste snee. Met die eerste snee, daar hebben we beelden van gemaakt. Dat was het eerste filmpje wat we online hebben gezet. Als je dat terug wil kijken, we zetten de link in de beschrijving. Die heeft 94 pk en momenteel zit de mengwagen redelijk vol tegen de 7 ton aan, waarvan het grootste deel gras is en dat trekt redelijk zwaar. Dus je kunt horen, die 94 pk die worden aardig gekieteld door deze mengwagen.
de wagen is weer leeg, het voeren is klaar. En dat is ook het einde van deze vlog. Als je het nog niet gedaan hebt, vergeet dan niet te abonneren. En dan zien we je volgende week zondag weer terug. Alvast bedankt en tot volgende week. Hoi hoi.